Hartelijk welkom, beste kijkers, op deze zondag, de 30ste januari. Wij hebben op deze 82ste uitzending van Licht op Leiden, hebben wij een gast die in de politiek een van de meest populaire wethouders is geweest die Leiden de afgelopen tientallen jaren heeft gekend. Jan-Jaap de Haan. Ik zeg daarmee veel. Welkom. Dankjewel, Tom. Maar ik denk dat het klopt. Wij kunnen daar straks ook getuigen van zijn in een filmpje. Jij bent in het begin van deze eeuw ben je in Leiden gekomen. En je bent al direct de politiek ingegaan. Maar eigenlijk wilde ik beginnen met jouw jeugd. Want je bent geboren in Nijmegen. Klopt. Dan zou je verwachten dat je een Roomse jeugd hebt gehad. Nee, dat is niet het geval. Protestantse jongen. Vertel. Nee, ik ben inderdaad in Nijmegen geboren. Mijn vader heeft daar zijn artsopleiding gehad. Mm-hmm. En ik ben opgegroeid in Harderwijk. Of op de Veluwe. Of all places. Zeker, voormalige universiteitsstad. Ja. Havenstad aan de Zuiderzee. Ja. Dus daar heb ik ook een deel van mijn liefde voor historie en voor cultuur aan overgehouden. Okay. En een hele mooie middelbare schooltijd gehad. Ja. En in 1992 ben ik naar Leiden gekomen. Was je enigst kind? Ja. Oké. Ja. Dus je bent verwend? Ja, dat is altijd moeilijk vergelijken. Maar ik heb het altijd naar mijn zin gehad. Ja. Oké, goed. Je hebt een middelbare school achter de rug zonder problemen gehad, heb ik begrepen? Ja, een hele mooie tijd gehad. Mm-hmm. Gymnasium gedaan aan het Nassau Veluwe College in Harderwijk. Okay. En heel veel bijzondere dingen meegemaakt daar. Dus het heeft me echt gevormd, die tijd in Harderwijk. Ja, ja, er werd ook een politiek gedaan? Zeker, ja. Ik heb daar zelf ook mijn eerste bestuurlijke stapjes mogen zetten. Mm-hmm. In de leerlingenraad en de schoolcommissie. Mm. En daar werden ook verkiezingscampagnes voor gehouden. Dus mijn eerste campagneervaringen heb ik daar op gedaan. Samen met Joost Eertmans, die in die tijd daar ook op school zat. Verschillende politieke talenten komen ook van die school af. Ja. Ja, met Joost Eertmans is het iets anders gelopen. Die is wel begonnen in het CDA, maar daar niet geëindigd. Nee, dat klopt. Misschien alsnog hoor straks, dat weet je door. Wie weet, maar in ieder geval heeft hij daar zijn politieke ervaring op gedaan. Ja. En dat was ook op die school heel, heel gebruikelijk om iets te doen. En om daar dan ook verkiezingen voor te houden en zo. Dus ook bijvoorbeeld voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen komt van het Nassau Veluwe College af. Okay. Dus het heeft verschillende politieke talenten opgeleverd. Politiek en toneel zie ik. Zeker. Waar sta jij? Ja, in het midden, die kleine. Dit is eigenlijk de eerste musical die ik gedaan heb. Was niet op school, maar was bij een musicalgezelschap. En ik was toen 11. En ik deed al wel altijd toneelstukjes op school. Met de verjaardag van de meesters en de juffen en zo. En die schreef ik dan zelf. Mm-hmm. En dan ronselde ik een paar klasgenoten om mee te doen. En toen kreeg ik de kans om auditie te doen. En toen kon ik echt bij een groot musicalgezelschap en daar komen. En daar heb ik 2 tot 3 jaar gespeeld. Mm-hmm. Met verschillende mensen die later ook wel verder zijn gegaan de toneelwereld in. Onder andere Martine Sandifort, die wel bekend is als cabaretière en van programma's als Het Klokhuis. Zij zat in hetzelfde musicalgezelschap. Ja. Daar zie je mij in het midden staan. Ja, erg leuk. Daarna ben je naar de middelbare school dus. Daarna pas gegaan. Ja. Maar even de vraag naar de gezinssituatie. Je hebt nu zelf ook een eigen gezin? Ja. Ja, ik ben al 27 jaar heel gelukkig met mijn vrouw Nicole. En we hebben 2 jongens van 9 en 11, Dorian en Gabriel. Okay. En dat gaat gelukkig heel goed. Okay. En je woont nog altijd met plezier in Leiden? Zeker, absoluut. Okay, ja. Er moet wel iets heel geks gebeuren, wil ik uit Leiden weggaan. Precies, dat denk ik ook. Want je bent ook al eigenlijk heel vroeg naar Leiden gekomen om hier te gaan studeren. Klopt, ja. En dat was in 92 en toen ben ik politieke wetenschappen gaan studeren. Tot 1998. En toen ben ik vrij snel ook de politiek ingerold. En waar denk ik dan, aan wie denk ik dan bij politieke wetenschappen? Ruud Kolen? Zeker.
Ja, de professor als voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja. Dus Ruud Kolen, Rudy Anderweg. Rudy Anderweg. In die tijd dat soort hoogleraren. Okay, ja. Okay. Nou, dit was dus echt een gerenommeerde faculteitsonderdeel. Hè? Zeker, ja. Ja, zeker. Ook heel leuk was het. Ja, dat wou ik net zeggen. Is het behalve dat het ook heel veel studenten aantrekt, is het ook een aardige opleiding? Ja, zeker in die tijd waren natuurlijk ook de jaren na de Koude Oorlog. De tijden waarin Francis Fukuyama zei, we leven in het einde van de geschiedenis. Ja. Er gebeurde natuurlijk heel erg veel eigenlijk in die slipstream van het afbreken van de grote ideologieën. Het was ook de tijden van het eerste paarse kabinet. Dus er gebeurde heel erg veel. Ja. En dat was heel interessant ook om te onderzoeken en om bij te zijn. Ook dingen als de opkomst van internet was eigenlijk allemaal ook in die tijd. Dus leuk, boeiende tijd. En is het dan logisch dat je jezelf ook politiek gaat manifesteren? Dat je zelf ook in de politiek... Ja, voor mij wel. Maar dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen. Je kunt ook een meer wetenschappelijke kant of een maatschappelijke kant kiezen. Maar voor mij wel. En al tijdens mijn studie was ik bij het CDJA betrokken. En in Leiden hebben we toen met een paar verschillende politieke jongerenorganisaties een jongerengemeenteraad opgericht. Dat was ook heel erg leuk om te doen. En zo ben ik ook voor het eerst met de lokale politiek van Leiden in aanraking gekomen. Omdat we echt met een paar studenten echt een soort lobbyplan hebben moeten maken om die jongerengemeenteraad op te kunnen richten. En wat is nou het aardige van zo'n jongerengemeenteraad? Beklijft het? Heeft het iets van... Nee, het is helaas in de loop der jaren weggelopen en opgeheven. In die tijd was het heel erg leuk, omdat wij ook echt vonden dat het politieke bewustzijn onder jongeren omhoog moet om zich meer met de stad bezig te houden. Het is eigenlijk iets wat ik nog steeds vind en een heel belangrijk doel van politiek vind. En het was voor ons ook heel erg leuk, omdat het eigenlijk de eerste vingeroefeningen waren om te kijken hoe ziet de lokale politiek er nu uit. En ja, de enige kritische kanttekening die ik eigenlijk bij mijn studie had, was dat lokale politiek zo'n ondergeschoven kindje was. Er wordt altijd maar naar die landelijke politiek gekeken. Ja. En de laatste jaren zie je bijvoorbeeld met al die decentralisaties in het sociale domein, dat het slagen of niet slagen heel erg van de lokale politiek afhangt. Mm-hmm. Dus dat zou nog steeds, vind ik, dat veel meer in spotlight mogen staan. Denk ook van wetenschappelijk onderzoek. Aan de WMO bijvoorbeeld en aan de jeugdzorg. Ja. Ja, zeker. Die eigenlijk allebei bedreigd worden, hè, op dit moment, omdat de gemeenten te weinig geld krijgen. Voor klopt. En waar gemeenten ook veel te diverse manieren van uitvoering hebben. Meer dan 300 gemeenten die het allemaal op een andere manier doen. Maar ik denk dat lokale politiek niet alleen de bakermat is voor heel veel politici, maar ook een heel interessant onderzoeksterrein voor de wetenschap kan zijn. Al is het maar omdat er van de landelijke politiek maar één is en van de lokale politiek wel 300. Dus je kunt ook veel makkelijker bijvoorbeeld vergelijkend onderzoek doen. Vind je het in dit verband ook vanzelfsprekend of goed dat er voor het eerst sinds heel veel jaren weer een studentenpartij komt die in maart mee gaat doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden? Nou, wat ik heel mooi vind is dat er in Leiden iedere zoveel jaar een nieuwe partij opstaat. En dat het kan. En dat de lokale politiek ook zo laagdrempelig is. Mm-hmm. Zelf heb ik altijd gezegd, een partij voor doelgroepen zou eigenlijk niet nodig moeten zijn als alle andere partijen goed hun werk doen. Ja. En in dat opzicht verbaast het mij ook dat er een studentenpartij is gekomen. Want de Leidse gemeenteraad is doorgaans heel erg jong. En vrijwel alle politieke partijen hebben altijd wel een studentenkandidaat hoog op hun lijst staan. Maar... Dus er zijn veel studenten of net afgestudeerden die een plek in de Leidse gemeenteraad hebben. Maar als ik daar nou het tegengeluid van laat horen. Dat bijvoorbeeld studenten zeggen, ja, als je nou in Leiden probeert nog maar een beetje woonruimte bijvoorbeeld te vinden, dan is dat onmogelijk. Dus we moeten echt wat harder drukken. Ja, nou ja, ik denk zelf dat de woonruimte voor studenten al jaren hoog op de agenda staat. En er is ook veel bijgebouwd, maar Leiden is heel vol, dus bijbouwen is lastig. Ik geloof niet in doelgroepenpolitiek. Dat zou mijn algemene antwoord zijn. Het feit dat studenten er zijn en een partij vormen is natuurlijk op zich een kracht van democratie en is ook mooi. En ze zijn ook welkom. Ja. Maar ik denk dat er ook veel studenten op de kandidatenlijsten van andere partijen staan. Ja, maar goed, als je naar de specifieke
belangen van studenten kijken. Ja. En je weet dat in Leiden verkamering, hè, ja, dus het omvormen van woningen tot kamertjes, waardoor mm-hmm. je veel meer huur kan krijgen, dat die verkamering op dit moment wordt tegengegaan. En dat is dus niet in het belang van studenten die ja. een kamertje willen. Nee, daar zie je dus de tegenstelling. Dus ik begrijp ook wel waarom zo'n partij wordt ja. opgericht. Ja. Maar het zou niet moeten hoeven. Nee. Okay. Nee, dat denk... is ook omdat, ik heb een opvatting van politiek, dat politiek niet belangenbehartiging is, maar belangenafweging. Mm-hmm. En daarom is het goed dat verschillende doelgroepen gezamenlijk in politieke partijen komen en daar alle belangen, dus zowel ook voor oudere woningen als studentenwoningen, ja. met elkaar afwegen. Ja. En de politiek, ook in de Tweede Kamer op dit moment met 19 partijen, is op dit moment vooral het via megafoon steeds verder versterken van een deelbelang in plaats van het gezamenlijk afwegen van de belangen en tot een gemeenschappelijke noemer en een gemeenschappelijke richting ja, ja. te komen. En als iedereen alleen maar een deelbelang heel hard roeptoetert, dan wordt het heel lastig besturen. En toen kwam jij, als het om besturen gaat, ja. kwam jij van zeg maar de jeugdgemeenteraad, kwam je van CDA Jongeren, kwam je in de gemeenteraad? Ja, in 2002. In 2002. En het duurde geen 5 jaar of je werd, ik dacht dat je al in 2007 ja. inderdaad al wethouder werd. Klopt. Zelfs. Hè? Ja. Werd je tussentijds wethouder, want er waren geen verkiezingen? Dat klopt. In 2006 was er het befaamde linkse college gevormd ja. Hier met SP, PvdA. GroenLinks en de ChristenUnie. En dat struikelde ja. over de Rijn-Gouwenlijn. Ja. En toen moest er dus tussentijds een nieuw college gevormd worden. En toen ben ik ingestapt. Oké. Wat was jouw standpunt ten aanzien van de Rijn-Gouwenlijn? Mijn standpunt was dat het plan wat er toen lag niet goed was. Dat ging uit van een tram door de Breestraat, die eigenlijk stopte bij de A44, bij de McDonald's daar. Mm-hmm. Dat vond ik niet veel meer waarde hebben. Dan gooi je een historische stad overhoop voor ja. 7 kilometer rails van niks naar nergens. Nee. Later is het plan erg verbeterd. Namelijk om over de Hooigracht en de Langegracht een tram te laten rijden. Die dan ook verder naar Katwijk en Noordwijk zou gaan. Ja. En ook de toekomstige nieuwbouwwijk Valkenburg zou ontsluiten. Ja. Dat vond ik een veel beter idee en daar was ik ook wel voor. Gaat er nog een keer van komen, denk ik? Ik denk het niet. Ik denk dat daar andere vervoersconcepten voor zullen komen. Ja. En ja, inmiddels zijn er zoveel verschillende ja. meningen en onderzoeken over die tram ja. geweest. Ja. Wie weet. Niemand durft er meer over te beginnen, geloof ik, hè? Nee. Maar iets van hoogwaardig openbaar vervoer in de vorm van tram of andersoortig busmateriaal. We weten ook niet wat de toekomst de techniek brengt. Ja, dat zou best nog wel kunnen en zou ook mooi zijn. En zeker voor zo'n nieuwbouwwijk. Ja. Want je wil niet dat alle mensen die daar gaan wonen allemaal maar weer in de auto stappen. Maar goed, over de rug van Alexander Pechtold, min of meer werd jij dus wethouder. Die was al een paar jaar vertrokken. Maar toch, hè, dat standpunt van Alexander was natuurlijk ook altijd een vraag van, was hij eigenlijk wel voor of was hij tegen en was in ieder geval tegen een referendum? En dat was natuurlijk niet... D66 was tegen het referendum ja, en dat was al heel bijzonder. Nee, het waren tumultueuze tijden. Wat zeker. Dat betreft is politiek zeker. Nu veel rustiger dan ja, toen. Ja, ja. Maar jij kwam dus wat dat betreft niet op een makkelijk moment in het dagelijks bestuur van de gemeente. Zeker niet, nee. Nee, het was erg politiek onrustig toen. Heb je veel aan de burgemeester gehad? Je antwoord is natuurlijk ja, maar onderbouw dat is. Nou, ik denk dat Leiden ontzettend boft met Henri Lenfrink. Mm-hmm. Omdat hij altijd stabiliteit heeft gebracht, overzicht heeft gebracht. Nu ook omdat hij er al zo lang zit en zoveel ja. ervaring heeft. Ja. Bovendien heeft hij echt een hart voor de stad, ja. Voor de geschiedenis, voor de stad. Ja. Dus ik denk dat Leiden daarmee ontzettend boft. En ja. ik heb daar als jonge wethouder, ik was toen 33, heb ik daar ook ontzettend mee geboft. Ja. Ja, in goede en in kwade dagen, hè? Want dit was ook niet de makkelijkste maand, bijvoorbeeld ook voor hem. Hè? Nee. Dan denk ik dat jij als wethouder een aantal zeer gevarieerde portefeuilles had. Hè? Klopt. Vertel. Ik was wethouder van cultuur, werk en inkomen. Ja. Dat heb ik 2 periodes gedaan, dus ook nog na de raadsverkiezingen van 2010. Toen mocht ik terugkomen met dezelfde portefeuille. En dat waren eigenlijk 2 heel verschillende portefeuilleonderdelen. Het werk- en inkomenonderdeel waar ik me vooral heb bezig gehouden in die tijd met het gezond maken van de zeilbedrijven. Ja.
Die waren in zeer zwaar weer gekomen met grote financiële tekorten, ruim 4,5 miljoen tekort. In het jaar dat ik moest aantreden en dat zomaar als erfenis in mijn handen kreeg. En dat bedrijf hebben we helemaal gezond weten te maken. En eigenlijk in 7 jaar tijd met echt een lange termijn visie naar de zwarte cijfers weten te helpen. Dus dat vond ik heel erg mooi in die werk- en inkomenportefeuille. De participatiewet kwam toen en de voorbereidingen daarop waren in volle gang. En daar heb ik me ook op landelijk niveau heel erg mee bemoeid. Ja. Ik zat toen ook in de commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die daarover ging. Mm-hmm. En ik voerde toen ook het overleg met de staatssecretaris over die wet. En vind tot op de dag van vandaag dat er een aantal ernstige weeffouten in die wet zitten. Ja, 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 ja. Dus dat was heel mooi aan die werk- en inkomenportefeuille. Je had je later ook weer mee moeten bemoeien. Hè? Maar... Ja, na mijn wethouderschap ben ik daar meer mee gaan doen. En ik denk dat cultuur. En daar kennen waarschijnlijk de meeste leienaren mij van de cultuurportefeuille. Ja. En daar heb ik prachtige dingen mogen doen. En daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Ja. En niet alleen de bouw van het poppodium De Nobel, maar ook de renovatie en uitbreiding van de Lakenhal. De aanleg van het park Matilo, het archeologisch park. Het naar Leiden halen van het Glazen Huis van 3FM. Ja. Ja. Nou, zo zijn er nog heel veel prachtige ervaringen te vinden. Terwijl je toch in die jaren heel veel tegenwind op cultureel gebied ontmoette. Want als ik de naam Halbe Zijlstra noem, dan is het toch eigenlijk heel bijzonder dat jij als wethouder cultuur van Leiden een bevlogen toespraak hebt gehouden tegen bezuinigingen. Klopt. In de cultuur. Op het moment dat ook het CDA, naar mijn idee, in diezelfde regering participeerde. Ja, ja. En dat is heel bijzonder. En daar laten we ook een stukje van zien. En het aardige van dat filmpje is dat ik het niet vaak heb meegemaakt dat een wethouder überhaupt waar dan ook zo werd toegejuicht als jij op het moment dat je het woord neemt. Ga nog eens even kijken, want je zal het vast alweer bijna vergeten zijn. Ja, dat is meer dan 10 jaar terug. Oké. Okay. Ja. Voor de volgende spreker aangekondigen, een enorm applaus, enorm veel lawaai. Hij doet het nu met zijn eigen woorden, onze enige echte wethouder, Jan-Jaap de Haan. Waarom zingen wij niet voor cultuur, maar schreeuwen wij? Waarom dansen wij niet voor cultuur, maar schreeuwen wij? Waarom fluisteren wij onze gedichten niet, maar schreeuwen wij? De acteur, daar kom ik op. De acteur die aandacht wil, verstilt zijn spel. De muzikant die zijn gehoor wil boeien, houdt maat. De schilder die ons wil meeslepen, kiest zijn palet met zorg. Waarom dan toch die ongeremde schreeuw? Is het dan boosheid? Is het verdriet? Is het de wanhoop? Het is een schreeuw om aandacht. Een schreeuw omdat de pijn van het snijden te hevig is. Ik had hier willen zingen voor cultuur, maar het orkest werd opgeheven. Wat is er toch gebeurd dat cultuur bestempeld wordt als een linkse hobby? Ik zie niet wat er links of rechts is aan cultuur. Maar één ding weet ik wel, een hobby is het zeker niet. Cultuur is serious en business. Want landen die streven naar vooruitgang investeren in cultuur als uiting van zelfvertrouwen. Steden die investeren in cultuur doen het beter dan steden zonder cultureel aanbod. Wat ging er dan toch mis in dit land? Dat een beweging die zegt onze cultuur te moeten beschermen, deze zo grof geweld aandoet. En dat anderen, ook mijn eigen partij, met te weinig visie en te weinig lef, daarin meegesleept worden. De echte hoeders van onze cultuur zijn niet politici met immigratiewetten, maar het zijn theatermakers, kunstenaars, architecten, DJ's, muzikanten, cabaretiers. Zij bevestigen niet wat wij al vonden, dachten of ergens ooit gehoord hebben. Nee, zij verrassen, verbazen, verbinden, verleiden. Cultuur roeit stroomopwaarts, van nature. Cultuur zegt namelijk niet alleen wie we zijn, maar cultuur verbeeldt ook wie we willen of zouden kunnen zijn. En dat botst met een tijd waarin een politiek groeit die vooral bezig is met wat we niet willen zijn.
De huidige maatregelen van de regering zijn dan ook onverstandig, onredelijk en onbehoorlijk. Onverstandig omdat het verhogen van btw en het afschaffen van de cultuurkaart de cultuur juist elitair maakt en het zelfverdienend vermogen niet ondersteunt. Het is onredelijk omdat het aandeel dat cultuur moet leveren aan deze bezuinigingen buitenproportioneel is en alternatieven voor die bezuinigingen niet eens serieus genomen zijn geworden afgelopen week in de Tweede Kamer. En het is onbehoorlijk omdat de invoering van die bezuinigingen zo abrupt en snel is midden in een theaterseizoen dat geen enkele instelling zich daar nog op kan voorbereiden. Ik ben trots op een Leidse politiek en een Leidse gemeenteraad die de komende jaren meer geld uittrekt voor cultuur. En daarmee... zorgen dat er voorgelezen wordt in de bibliotheek, dat jongeren gitaar leren spelen in de muziekschool, dat we Verdi horen in de Stadsgehoorzaal, dat we dansen in het LVC, dat we lachen om Jochem in de Schouwburg, dat we kindertoneel zien in het Laktheater dat open blijft, dat we juichen voor jeugdtheater. Zonder cultuur, zonder het lachen, het juichen, het spelen, het zingen, het dansen, wordt het letterlijk leeg en stil om ons heen. En daarom schreeuwen wij vandaag. Dat was een bevlogen wethouder die eigenlijk toch echt tekeer gaat tegen zijn landelijk bestuur. En ja. Ja, we weten, die staatssecretaris voor cultuur, die heeft... later zijn trekken wel thuis gekregen. Ja. Want had hij ook maar niet bij Poetin op bezoek moeten gaan, hè, zeggen we dan. In ieder geval geeft dit ook wel aan hoe cultuur in Leiden leeft. En, ja. Jij hebt dat met heel veel enthousiasme gedaan. Ja, we hebben in die jaren in Leiden niet bezuinigd op cultuur. Sterker nog, nee. We hebben veel extra geïnvesteerd. Ja. En er is eigenlijk echt de erkenning gekomen dat cultuur een van de twee pijlers is waar Leiden het van moet hebben. Precies. Naast de kennis, wetenschap. Ja, zeker. Nou ja, in ieder geval heb je dat nog een aantal jaren gedaan, dat wethouderschap. Totdat er ook weer door verkiezingen een einde aan kwam. Klopt, ja. En toen viel het CDA... buiten de boot. In 2014, ja. Ja, toen ging jij. Toen bleef je nog even in de gemeenteraad, heb ik begrepen. En toen ben je overgestapt naar. Cederis. Cederis. Ja, Landelijke Vereniging vertel voor. Vertel wat dat is. Ja. Ja, de Landelijke Vereniging voor Inclusieve Arbeidsmarkt. Mm-hmm. Wij waren van oudsher de koepel voor sociale werkplaatsen. Sociale werkplaatsen, sociale werkvoorziening. Ja, ja, en in Leiden kennen we dat van de zeilbedrijven. Ja. Dus langs die weg kwam ik daar ook terecht. Mm-hmm. En in die jaren werd ook de participatiewet ingevoerd. En moesten we op een hele andere manier gaan werken. Moesten de sociale werkbedrijven ook op een hele andere manier gaan werken. Mm-hmm. En dat vroeg dus een enorme verandering, een enorme transformatie van die hele sector. En tegelijkertijd een enorme lobby om die participatiewet nog een beetje bijgestuurd te krijgen. Ja. Ja. En dat heb ik ruim 5 jaar gedaan. Mm-hmm. En sinds vorig jaar werk ik nu in Zoetermeer. Ik ben daar gevraagd om mee te helpen daar een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf of werkbedrijf te vormen. En dat heet De Binnenbaan. En dat is daaruit een fusie van verschillende organisaties ontstaan. Dus ik ben nog steeds werkzaam in het terrein van werk en inkomen. Vanuit zeg maar de koepel ben je weer de praktijk in gegaan? Ja, ja. Okay. Dus nadat het landelijke overzicht een paar jaren mijn speelveld was, is dat nu weer echt lokaal, maar dan in Zoetermeer. En hopelijk komt er nu met het nieuwe kabinet ook wat meer ruimte en wat meer geld om de ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. De arbeidsmarkt is heel erg goed, er is eigenlijk werk genoeg. Mm. Alleen veel mensen hebben gewoon meer steun nodig en meer begeleiding en er is gewoon te weinig geld voor. En bij Cederis heb je denk ik ook... met de voorzitter, Job Cohen, ook veel samengewerkt. Ja, ik was daar directeur, hij was de voorzitter. Ja, hele mooie jaren ook gehad. Ja, ja, en ja, van ook hem ook veel geleerd. Leijna, Oesgeestena ook. Ja. En eigenlijk ook nog steeds in zijn hart, zoals we weten. Heb je na Cederis, als je dan echt van een
ja, een directeursfunctie overgaat naar de praktijk van weer zo'n sociale werkvoorziening. Is dat moeilijk? Nee, je komt dingen tegen waarvan je denkt, ja, het was handig geweest als ik die eerder had geweten. Ja. Want de praktijk is toch altijd weer anders dan het beleid. Maar ik vind het heel erg fijn om die landelijke blik mee te kunnen nemen naar lokaal. Mm-hmm. Omdat als je een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf bouwt, dat is eigenlijk de nieuwe term die we nu gebruiken. Is het heel erg fijn om te weten waar is dat al gebeurd, waar zijn ze er tegenaan gelopen. En op alle plekken in Nederland heeft men natuurlijk die vernieuwing moeten doormaken. Dus daar kunnen we in Zoetermeer nu van leren. Ja, ik heb zelf een aantal jaren ervaring gehad, ook in de sociale werkvoorziening. En ik vond met name het contact met de mensen die daar werken, vond ik geweldig. Ja, de verschillende doelgroepen die we mogen begeleiden, die zijn fantastisch. Het grote verschil met de oude sociale werkvoorziening was dat er toen alleen mensen met een arbeidsbeperking werkten. En die waren daar ook in dienst. Mm. En nu is de opdracht van de sociale ontwikkelbedrijven om alle doelgroepen onder de participatiewet, dus ook de mensen die voorheen in de bijstand zaten, maar ook bijvoorbeeld asielzoekers, nieuwe statushouders, te begeleiden naar werk en niet per se zelf in dienst te nemen. Dus het gaat veel meer om de begeleiding naar zo regulier mogelijk werk voor een veel diversere groep van mensen. Ja, en als je dat lukt, als je mensen dus als het ware uitgeleiden kan doen naar een baan in het bedrijfsleven, is dat een voldoening. Ja, dat is prachtig. Als mensen helemaal zelf weer hun eigen brood kunnen verdienen. En daarmee ook een voorbeeld zijn voor bijvoorbeeld hun kinderen. En zelfstandig op eigen benen staan. Dat is denk ik heel erg mooi. Als mensen niet afhankelijk hoeven te zijn van een uitkering. En lukt dat? Op dit moment gaat dat ook heel goed dankzij een goede arbeidsmarkt. Ik denk dat het nog veel beter zou kunnen als we meer instrumenten en ook geld zouden hebben om mensen ook op een werkplek langer te begeleiden. Ja. Dus niet alleen maar te plaatsen en uit te zwaaien, maar ook gewoon tegen zo'n werkgever en ook zo'n kandidaat werknemer te zeggen, nou, wij blijven jou nog 3 of 5 jaar of desnoods je leven lang begeleiden. Ja. Want veel mensen kunnen best een baan krijgen, maar vinden het veel lastiger om die baan te behouden. Ja. En zeker omdat werk zo snel verandert. Heel veel vakgebieden zijn in 3 tot 5 jaar weer verouderd en veranderd. Is het eigenlijk van groot belang om er permanent bij te zijn voor veel groepen. Ja. En ondertussen ben je ook in Leiden nog weer actief geworden, heb ik begrepen. Vertel. Klopt. Ik ben al een paar jaar actief in de Raad van Toezicht van het Leo Kanner Onderwijs. De Leo Kanner Groep verzorgt onderwijs voor speciaal onderwijs, dus voor kinderen met bijvoorbeeld autisme. Ja. En sinds dit voorjaar ben ik vicevoorzitter van de historische vereniging Oud-Leiden. Ja. En dat is ook een klus. Dat is een hele mooie klus, want er is gelukkig heel veel erfgoed in Leiden. En de vereniging Oud-Leiden is een hele grote vereniging. Ja. Ruim 2500 leden. Dus dat is echt een hele grote groep uit de samenleving. Die zich ook vol passie op alle aspecten van het Leidse erfgoed stort. Maar gezien jouw voorgeschiedenis in Leiden moet je dat op het lijf geschreven zijn, toch? Ja, dat is ontzettend leuk om weer met monumenten en erfgoed en in bredere zin met het verhaal van de stad bezig te zijn. En met Leidse steentjes zag ik op de Sleutelstad. Ja, een van de activiteiten die we deze zomer hebben gedaan was Stad in Steentjes, een Lego-bouwwedstrijd. Ja. En dat was ontzettend leuk, ook omdat je dan met kinderen bezig bent die voor het eerst ook gaan nadenken over de monumenten van de stad en hoe je die nabouwt. Of het nou Molen de Valk is of het stadhuis. Ja, dat was echt heel leuk. En dat was bedacht overigens ook door mijn kinderen. Dus dat is dan leuk dat je via de Lego van je eigen kinderen zo'n evenement kunt organiseren. Zo met heel veel partijen in Leiden. Zo haal je via je gezin toch ook weer heel veel binnen als het gaat om dit soort zaken. Ja. Oké, dankjewel. We zijn zo ongeveer aan de tijd, maar niet dan nadat ik je zeer bedankt heb voor dit aangename gesprek en je heel veel succes in de toekomst nog te hebben gewenst. Graag gedaan. Beste kijkers, wij zien volgende week Rens Heerewer weer terug met een aangenaam gesprek. Dat weet ik nu al met Margot Kalsen, befaamd zangeres. Wij danken u voor de aandacht en Jan-Jaap voor dit gesprek. Graag gedaan.